Meer dan 2 jaar geleden was ik op dezelfde plek als waar ik nu ben. Fiorano, het testcircuit van Ferrari in Italië. Met dat verschil, toen was het koud, toen regende het en toen stond de auto waar ik nu naast sta, die stond binnen. We mochten geen foto's maken, we mochten er niet mee rijden. En dat is nu gelukkig allemaal anders. Voordat ik daarover ga vertellen, eerst even de auto zelf, want die hebben we nog niet eerder op camera gehad. De SF90. SF, Scuderia Ferrari, 90 voor de 90ste verjaardag van het raceteam. Een hybride. Het is niet Ferrari's eerste hybride, dat was de LaFerrari. Sterker nog, dit is een plug-in hybride. Dus je kunt hem gewoon aan de stekker hangen. Daarmee kun je 25 kilometer elektrisch rijden, als je zou willen, met een maximum van 135 kilometer per uur. En die hybride aandrijflijn, dat is de eerste keer dat Ferrari dus een hybride aandrijflijn in een serieproductie Ferrari bouwt. Want die LaFerrari was limited edition. Dit is gewoon een serieproductie. Daarmee is het ook gewoon nu het topmodel van Ferrari. Nou, die hybride aandrijflijn, dat is een V8, 4 liter. Dat is ietsjes groter dan de 3,9 liter die in andere Ferrari modellen zit. Hij heeft een iets grotere boring, 88 mm. De motor is ook echt anders opgebouwd. Hij ligt lager, hij is wat breder, platter, lichter. V8 uiteraard zit gekoppeld aan 3 elektromotoren. 2 op de voorras en eentje tussen die V8 en een 8-traps automaat met dubbele koppeling. Dat accupakket zit achter de voorstoelen, tussen de motor en de voorstoelen, 8 kWh, laat razendsnel op, ontlaat ook heel snel weer voor maximale prestaties. De motor, de verbrandingsmotor, 780 pk, 800 Nm. Het hybride gedeelte, de elektromotoren, 220 pk bij elkaar. Tel je dat bij elkaar op, 1000 pk. Dat zijn gewoon Formule 1 getallen. Ja, en omdat dit een gewoon serieproductiemodel is, valt de prijs relatief mee. 452.000 euro, dat is heel veel geld. Maar voor een auto met 1000 pk met deze specificaties valt het relatief mee. Het uiterlijk, ja, het vertoont wat overeenkomsten met de F8 Tributo. Maar het is toch wel significant anders. En het is niet per definitie elegant of mooi, maar wel indrukwekkend en bruut. En eigenlijk alles aan deze auto, daar geldt functie voor vorm. Dus het moet vooral een functie hebben. En als het dan nog een beetje leuk eruit ziet, dat is mooi meegenomen. Neem bijvoorbeeld hier onder die koplampen, daar zit een luchtopening. Die lucht die wordt naar binnen geblazen door de rijwind. Dat kan de remmen weer koelen. In de wielen zitten een soort van schoepen. Die roteren de lucht weer naar buiten toe. Dat heeft weer effect op de neerwaartse druk. Nou, en zo staat dus alles in het teken van de aerodynamica, maar ook de koeling. Want al die elementen in die auto, alle elektronica, alle batterijen, noem het allemaal maar op. Het moet allemaal wel gekoeld worden, dus het moet ergens vandaan komen. Vandaar die vele openingen en gaten en dingen hier. De luchtstroom, die duikt daar zo de intercoolers in. Als je weer even meeloopt. Rijwind, nou, die duikt hier naar beneden. En dan heb je hier de zogenaamde shut-off gurney flap. Vernoemd naar Dan Gurney van McLaren in het verleden. Coureur, maar ook teameigenaar. En het is eigenlijk niks meer of minder dan een rechtopstaande lip. Waar de rijwind tegenaan ketst. En dit deel, dat kan dus zakken. In plaats van dat een spoiler omhoog komt, dit zakt in. Dan ontstaat hier een soort van stuwmeer. Daar roteert de lucht in. Je krijgt een soort van lage drukgebied hier. In ieder geval, het zorgt voor heel veel neerwaartse druk. Extra druk, 390 kilo bij 250 kilometer per uur. Dat is meer dan bij de Stradale. Want dit is de Assetto Fiorano versie. Lichtgewicht uiteraard. Deze Assetto Fiorano versie, speciaal bedoeld voor het circuit. Neem bijvoorbeeld deze plaat die de motor afdekt. Prachtige motor, kijk toch eens even. Die is van Lexan. Normaal is die van glas. Nou, Lexan is een soort van kunststof. Dat is weer een stuk lichter. En zo zijn er nog een heleboel elementen die deze auto lichter maken. 30 tot 40 kilo. Veel carbon. De deurpanelen zijn van carbon. De ondervloer is van carbon. De middentunnel is van carbon. Dat scheelt natuurlijk allemaal gewicht. En als je echt hardcore wilt, dan kun je er nog 10 kilo extra afschrapen en dan heb je bijvoorbeeld geen audiosysteem, geen kachel die op de elektromotor werkt. Die is dan uitgehaald, dus je hitte komt dan alleen van de motor af.
En nog, zo schrapen ze nog wat kilogrammetjes bij elkaar, waardoor het wagengewicht 40 kilo lichter is dan de stradalen. Oh ja, en voor ik het vergeet, de uitlaat die is bijna grotendeels van titanium in plaats van staal. Scheelt ook weer gewicht. En hierachter de veren en de dempers. De dempers zijn van Multimatic. Die zijn passief, in tegenstelling tot de dempers die onder de stradalen zitten. Die zijn adaptief. En ook de veren, die zijn normaal gesproken van staal, die zijn nu van titanium. Scheelt ook weer 8 kilo. Vanochtend al even een kleine verkenningsronde gedaan. Om dit circuit te leren kennen, de auto een beetje aan te kunnen voelen. Dus we gaan er nu vanuit dat ik het allemaal onder de knie heb. Achter de pacecar aan. En ik sta nu op Michelin Pilot Sport Cup 2 R banden. Vanochtend ging ik op Pilot Sport Cup 2 zonder R. Dus deze zouden meer grip moeten bieden, ondanks dat ze al wat rondjes achter de kiezen hebben. Zo, hier over de brug komt een klein beetje los. Goed, 780 pk uit die V8, 220 pk uit de elektromotor, 1000 pk onder mijn rechtervoet. En dat zou 0 tot 100 in 2,5 seconden moeten doen, 0 tot 200 in 6,7. Terug, insturen, man, wat een grip. Je merkt, het is dus een vierwiel aan het drijven voor de goede orde. Voorwielen hebben die elektro power, die assisteert, die hem ook weer de bocht uittrekt. Ik heb de Martino nu in race staan, dat is de ene heftigste versie. Je kunt hem ook nog met de DSC uitzetten, maar daar wacht ik nog heel even mee. Ik ga nu gewoon vol op mijn gas staan en je merkt dat die elektronica zo leeft wel hoor, allemachtig. Dit is de snelste knik van het circuit, bocht nummer 7. Weer hard aanremmen. Oh, dat rempedaal is heel mooi te doseren, hij regenereert. Hij heeft ook gewoon zijn normale by-wire reactie. Maar het is natuurlijk moeilijk om dat een beetje te coördineren. Oké, nummer 3. Oh. Zit er blijkbaar wel in de cooling down lap. Volgens Ferrari zou deze Assetto Fiorano versie een halve seconde sneller moeten zijn dan de stradale versie op dit circuit, hè. Maar ze zeggen ook van ja, die extra downforce die deze auto genereert, die komt vooral tot zijn recht op circuits met lange snelle bochten waar je echt die neerwaartse druk, waar je er echt meer profijt van hebt. Dus ja, op deze baan scheelt het wel geteld een halve seconde. Het geluid van die V8, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen, want deze helm die sluit eigenlijk mijn gehoor compleet af. Maar dat is natuurlijk... Ja, een V8 met een dubbele turbo erop, dat smoort het geluid een beetje. Het is natuurlijk niet meer dat jankende, hoogtoerige geluid wat we van de oldschool V8'en gewend zijn. En ik moet zeggen, die samenwerking tussen de elektronica, de elektromotor, de elektropower en de mechanische power van een atmosferische V8. Of ik zeg wel atmosferisch, een geblazen V8, maar in ieder geval... Een motor met bewegende delen erin. Dat gaat tot nu toe behoorlijk indrukwekkend. We duiken nu even de pits in om bandentemperatuur et cetera te controleren. En dan gaan we nog 2 hot laps doen. Dus stay tuned. Nou, weet je wat? Ik zet hem gewoon op CT off, de systemen uit,
Kijken wat er gebeurt. Je voelt het nu al. We gaan nog niet eens echt hard. Maar die achterkant wil al meer naar buiten zetten. Ja, hij veegt al veel meer. Wat scheelt dat een hoop, zeg. Gas af vanwege geluidshinder voor de buurt. Heel typisch. En dan mogen we hier onder de brug. Oh, Jezus. Terug naar 3. Binnenkantje mee. Op mijn gas. Veel meer aan het vegen in deze ESC off modus. Even kijken. Ja, bocht uit. Hij wil. Die achterkant wil er echt al vandoor. De motor piekt bij 8000 toeren. Levert zijn maximum vermogen op 7500. Oh, je voelt hem naar buiten douwen. De voorwielen doen nog wel mee, maar aanzienlijk minder dan in die racestand, die al niet bepaald misselijk was. Ik ben toch blij dat ik deze stand nog even heb uitgeprobeerd. Voor het idee, want het wordt er echt een hele andere auto van. Laatste rondje volgens mij. Die dempers, die zijn niet eens hard of zo, hoor. Je denkt van, het is een sportversie, je stuit het over het circuit, maar ze zijn zacht. Nou ja, ik wil niet zeggen zacht, maar echt geschikt voor het circuit. Dus ze reageren wel bliksemsnel. Laatste hairpin. Deze is bloedsnel. Hier zou die extra downforce van pas moeten komen. Hier moet ik die halve seconde verschil gaan maken. Wel gaaf is om toch nog een beetje in de sferen van vroeger te blijven, zijn die schakelcoulissen hier. Vroeger ging je daar met een pook doorheen en weer, nu is het een tikje tegen het knopje of je manual of automaat wil rijden. Leuke knipoog. En dat was mijn rondje, mijn meerdere rondjes Fiorano. En ja, dan kom je bij de vraag, is dit nog oldschool hardcore rijplezier? Is dit mechanisch brullen zoals we van Ferrari gewend zijn? Nee, natuurlijk niet. Dat is het niet. Het is meer gedempt. Het is meer de elektronica die het werk voor je doet. Al die systemen die naadloos samenwerken eigenlijk met elkaar. Dus ja, op het gebied van kippenvel, van emotie, van rechtopstaande haren, van de gillende V8, daar lever je absoluut op in. Maar je wint op het punt van efficiency en rondetijd, want daar gaat het uiteindelijk om. Al die systemen die zorgen uiteindelijk wel voor dat dit ding gewoon knetterhard gaat. Ik wil niet zeggen ongemerkt, absoluut niet, want zeker als je alle systemen uitzet, dan is dit echt een handvol om mee onderweg te zijn, nogmaals 1000 pk. Het is superleuk. Het is anders dan we van Ferrari gewend zijn natuurlijk. En als je daarna nagaat dat deze Assetto Fiorano een meerprijs heeft van zeg 50.000 euro. Dat komt er feitelijk op neer dat het 10.000 euro is per gewonnen tiende op dit circuit. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die gewoon het beste van het beste willen, het snelste van het snelste, het meest efficiënte. Kijk, en Ferrari is natuurlijk zo'n merk dat kan een hele hoop doen. Die hebben zo'n status, zo'n ijzersterk merkimago. En ze moeten natuurlijk met hun tijd mee. Dus deze stap, deze hybride stap, is een logisch vervolg. Ze zullen ook nog wel auto's met alleen verbrandingsmotoren blijven maken. Het zal lastiger worden, dat weten we allemaal. Maar hey, als het op deze manier moet, nou dan hou ik het nog wel een tijdje vol.